Met 45 jarig bestaan van Hazen. Dat is een lange historie. Maar als ik een paar woorden samen moet vatten. 45 jaar is niet niks. Het is ontstaan tijdens de periode van Mannen. Ik was bestuurslid van Mannen en uit die hoedanigheid is deze club geboren. Deze club is ingezegend op 11 februari 1968 door niemand minder dan Babu Udrajzing Verma. U allen bekend. Meneer Makka, wat is er de afgelopen 45 jaar gebeurd hier in Nederland? Heleboel. En in 45 jaar tijd heeft Hazen niet alleen een mandirgebouw kunnen opzetten. Hazen heeft, Arjesemaatje Nederland heeft daarbij een aantal studio's, woningen kunnen opzetten, kunnen inrichten voor een heleboel studenten. We hebben tegelijkertijd ons mandirgebouw kunnen omzetten tot een maatschappelijke buurthuis. Hè, waar mensen die problemen hebben over welk onderwerp dan ook. Zaken zoals ze kunnen bijvoorbeeld problemen hebben met fysieke mishandeling. Zaken die te maken hebben met incest. Zaken die te maken hebben met huwelijksproblemen, relationele zaken. Paisana, noem maar op. Al die zaken heeft Hazen afgelopen 45 jaren lang aandacht gegeven middels maatschappelijke werkers, middels een priesterraad. Maar het allerbelangrijkste bij ons is, en daar gaat Arjesemaatje Nederland echt over, is dat we dat met vrouwen doen, met vrouwelijke pandita's doen. En dat doen we ook door geregeld de bezoeken af te leggen bij de diverse leden van ons en de mensen die van ons houden en met ons sympathiseren. Kirti, de Arjesemaatje, wat betekent dat voor jou? De Arjesemaatje is voor mij een soort thuisbasis, iets wat bij mij staat, waarmee ik ben opgevoed. Dus een belangrijk deel van mijn leven. Ik zie meer eigenlijk de Swami als een gids die ons op het juiste pad heeft gewezen van wat houden onze geschriften in. Maar dat neemt niet weg dat ik niet geïnteresseerd ben in allerlei andere filosofieën binnen het hindoeïsme. Dames en heren, een hele goede middag allemaal. Namaste. Pranam, Swami Dayanand Saraswati Maharaj. Bent u heel nadrukkelijk bezig om vanuit zijn spiritualiteit dingen te doen? En ik denk dat dat uw kracht is geweest. En ik zal u uitleggen waarom. Hij is natuurlijk ook uit het niets begonnen, Swamiji. En hij heeft gezegd van, nou ja, ik wil natuurlijk dat hindoeïsme niet verketteren, als het ware. Ik wil dat hindoeïsme en die spiritualiteit die het hindoeïsme in zich heeft, die wil ik vasthouden, die wil ik versterken. Daarmee wil ik gewoon verder. Maar het is wel belangrijk om een paar dingen te veranderen. Hij zag dat bijvoorbeeld dat kastenstelsel heel erg onderdrukkend is geweest. Hij zag ook dat bijvoorbeeld de positie van de vrouw binnen het hindoeïsme, maar ook in de Hindoestaanse gemeenschap in India, niet een al te beste is geweest. U bent als Arjesemaatje daar leidend in geweest om ervoor te zorgen dat er sprake is geweest binnen onze gemeenschap, denk ik, van emancipatie. Swamiji heeft ook gezegd van, kijk, die child marriages die er zijn, hè, die kinderhuwelijken, dat moet eens een keertje ophouden. En hij is dus al die zaken gaan noteren en gaan veranderen en gaan hervormen. En wat dacht u van het feit dat in die tijd vrouwen geacht werden nadat hun man was overleden, om zich ook op te offeren en eigenlijk ook op de brandstapel levend terecht te komen?